Gwyneth Paltrow heeft speciaal voor Valentijnsdag een vibrator op de markt gebracht. Het seksspeeltje is een primeur voor Goop, het bedrijf van de actrice. Eerder bracht Goop wel al een naar de intieme delen van Gwyneth ruikende kaars uit. Tekst gaat verder onder advertentie het witroze speeltje voor volwassenen is volgens de beschrijving van de fabrikant een zogeheten dubbelziekwandvibrator. Verder spreekt het bedrijf van het ultieme massageapparaat. De vibrator heeft een grote roze bal. Goop belooft dat die geweldige vibraties geeft. De onderkant doet dat ook, maar kan, ook weer volgens de makers, gerichte massage geven, vanwege de spits toelopende vorm. De vibrator van Gwyneth gaat $90 kosten, zo'n €75. Daarmee is het speeltje redelijk geprijsd, vindt showbizite TMZ. Voor de naar de intieme delen van de actrice ruikende kaars moesten geïnteresseerden namelijk $75 neertellen, zo'n €60. Buzzelets blok ADS.